Ben je er klaar voor, Lisbeth? Ik ben er klaar. Beste Lisbeth, ik ben 33 jaar en ik ben een alleenstaande moeder van een prachtige dochter van 5. De afgelopen jaren zijn niet altijd even gemakkelijk geweest. Enkele jaren geleden is mijn eerste dochter bij de geboorte overleden. Ik heb het verdriet weggestopt en ik ben alsmaar doorgegaan. Ik heb het gevoel dat mijn verdriet nu pas naar boven komt. Ik voel me vaak heel erg eenzaam als ik eraan denk. Heb je enig idee hoe ik met dit gevoel om kan gaan? Ik vond mezelf altijd heel sterk, maar ik heb mezelf weer terug moeten vinden nadat ik mijn vorige relatie heb beëindigd. Ik heb de laatste tijd erg veel last van stress en paniekgevoelens. Mijn nieuwe vriend heeft daar, zonder dat wij dat van elkaar wisten, in dezelfde periode ook veel last van gehad. Dat is vlak voor een korte vakantie met z'n tweeën gebeurd. Tijdens deze vakantie zijn we voor ons gevoel erg sterk naar elkaar toegegroeid. Er zijn bijzondere dingen gebeurd. Voor mezelf heb ik het gevoel dat de paniekaanvallen met het verwerken van het verdriet te maken heeft. Maar ik wil graag weten of dit echt zo is. Heb je enig idee waardoor dit komt? Hoe vind je dat ik er nu voor sta? Ik heb het gevoel dat mijn vriend en ik een heel bijzondere relatie hebben. Graag zou ik willen weten of wij samen nog sterker door kunnen. Hartelijke groet, Janneke. Hoi Janneke, wat een mooie brief. En ik kan me jouw verdriet echt heel erg goed voorstellen. Als ik zo naar deze twee mooie mensen kijk, want dat zijn jullie allebei, vind ik jou heel erg sterk, dat meen ik echt. Want er komt een power van die foto af. En ik kreeg ook gelijk het gevoel, toen ik jouw vriend erbij zag, alsof je eindelijk tijd hebt om alles te verwerken. Eindelijk voel je je veilig en dan lijkt het wel alsof nu alles naar boven komt. Gooi het eruit. Laat het gewoon maar gebeuren. Je zult zien hoe meer erover praat, dat het allemaal verwerkt wordt. En het gekke ervan is, ik zie nog een nieuw kindje komen bij jullie. Want hij houdt zielsveel van je, deze man. Blijft ook echt bij je. Want dat weet ik echt wel een beetje zeker. Maar dat dit gebeurt nu, moet je alleen maar blij mee zijn dat het eruit kan. En dan raak je het dus ook helemaal kwijt. Ik vind jullie echt een heel spiritueel echtpaar. Het lijkt wel of die op jouw pad gezet is. Want deze man hoort echt bij je. Want ik voel dat er daarvoor toch wel verkeerde mannen waren. Dus schaam je niet voor je verdriet. Laat het eruit komen. Geniet van deze man. En maak er wat van. En ik heb het gevoel dat er volgend jaar een nieuwe geboorte zich aankondigt. Dus eigenlijk kan ik je alleen maar zeggen, Janneke, helemaal goed. Heel blij voor je. En gooi het er nog even uit. En ik hoor wel wanneer jij jouw baby gaat krijgen. Dag Janneke, tot ziens. Ik geef op Lieve Lisbeth YouTube kanaal iedere dag een antwoord op uw probleem. Als ik uw probleem behandel, dan geef ik u een andere naam. En uw foto wordt in het filmpje onherkenbaar gemaakt. Alleen u zult zichzelf in mijn antwoord herkennen. Mail uw probleem met foto's en informatie naar contactlisbeth@gmail.com. Contact met een C. Dus nogmaals, wat ik nodig heb om uw probleem te behandelen is een foto of foto's, geboortedatum, misschien als het kan geboortetijd, maar als u dat niet kunt vinden is dat helemaal niet erg. Maar het belangrijkste voor mij is dat u uw probleem zo kort, krachtig en bondig vertelt. Want u zit niet tegenover mij. U zit ver, dus ik moet het echt uit mijn tenen halen en ik probeer het zo zuiver mogelijk te behandelen. Dus ik hoop u inderdaad te zien en te spreken via dit kanaal en wie weet nog wel een keer in het echt. Tot ziens.